In 2002 krijgt Erik te horen dat hij een melanoom met uitzaaiingen heeft. Na de eerste operatie volgen de recidieven zich in snel tempo op. Toch krijgt Erik met ondersteuning van zijn vrouw en kinderen de kanker onder controle met dendritische celtherapie en hyperthermie. Met daarbij een gezonde leefstijl en het houtsmullerdieet. Vanaf najaar 2006 heeft Erik geen recidief meer gehad. En nu is Erik al 3 jaar zonder uitzaaiing. Dus eigenlijk sinds hij hier is, is er geen uitzaaiing meer voorgekomen. En daarvoor gaat hij om de 3 maanden eigenlijk, was er sprake van een uitzaaiing onderhuids. Na de eerste operatie in 2002 wordt Erik in 4 jaar tijd 13 keer geopereerd aan tumoren op verschillende plaatsen in zijn lichaam. Maar zonder een genezend resultaat, want de recidieven blijven terugkomen. Het was net voor oudjaar, toen stond ik onder de douche. En toen zag ik in mijn borst een iets zwartigs onder mijn huid. En ik duwde er een beetje op, ik denk, wat is dat nou weer? Een soort sponsachtig iets was het. Toen ben ik naar mijn huisarts gegaan, dat is een goede vriend van me. En die heeft het vlak voor oudjaarsdag heeft het weggesneden en opgestuurd. Toen we daar zaten bij mijn huisarts, nou, vertelde natuurlijk dat er melanoom was en dat er uitzaaiing hier, uitzaaiing daar. Maar het ging volledig langs me heen. Ik begreep er helemaal niet van. Het lijkt wel alsof je een beetje afsluit. Nou, we zijn meteen naar het Van Leeuwenhoek ziekenhuis gegaan. Daar moest het nog een keer, het monster wat ze uit mijn lichaam gaat, onderzocht worden. Nou, en die constateerde ook dat het inderdaad een melanoom was. Ja. En toen we helemaal thuis kwamen, en vooral de volgende dag, dat ik gewoon op de fiets naar mijn werk ging. Ja, toen begon het eigenlijk van, wat is er met me aan de hand? Hè? En dan ga je meteen de ergste dingen denken, van ben ik er volgend jaar nog wel? Hoe moet het dan als we samen op de bank zitten en dan zit zij alleen op de bank? Maar eigenlijk gaat het in het begin een beetje langs je heen. Dan snap je niet de ernst van de situatie. Elke 3 maanden had je wel een uitzaaiing. Dus eerst bij mijn borst, toen in mijn oksel. Zijn allemaal lymfeklieren eruit gehaald. En het ging eigenlijk mijn hele lichaam door. Het is een heel rondje geweest. En aan de rechterkant van mijn borst, dat was de laatste. En het was in de tijd dat we hier naartoe gingen. Samen met zijn vrouw gaat Erik op zoek naar middelen en behandelingen om een recidief te voorkomen. Want vanuit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis worden zij daarover niet geïnformeerd. Ze zijn dus aangewezen op eigen initiatief. En wat we wel vinden is dat men in het Van Leeuwenhoek weinig vertelt over wat je zou kunnen doen om te voorkomen dat die uitzaaiingen weer tevoorschijn komen. He, dat je gezond moet gaan leven, dat je aan je rust moet toekomen, dat je immuunsysteem sterk moet maken. Ik heb een dieet volg, het houtsmullerdieet. Verder heb ik contact gezocht met dokter Falstar in Den Haag. Dat is een orthomoleculaire arts. En daar heb ik een pillenkuur, heeft hij mij voorgeschreven. Ook om mijn immuunsysteem zo sterk mogelijk te maken. En wij denken samen dat de combinatie van die therapieën mij eigenlijk gezond houdt. Artsbioloog Engelbert Falstar is in Nederland een autoriteit op het gebied van voeding en voedingssupplementen bij kanker. Ook voor melanomen hebben bepaalde voedingssupplementen en een gezonde leefstijl een meerwaarde, aldus Falstar. Bij het melanoom staat voorop, zeker wanneer iemand net geopereerd is, coumarine, C-O-U-M-A-R-I-N-E. Dat is een stof die komt in de honingklaver voor. Die lijkt een beetje op acenocoumarol, een bloedverdunnend middel, maar is dat absoluut niet. En dat blijkt dus de prognose beduidend te verbeteren en dat kan ook regressies geven van melanomen. Het is verbazingwekkend dat zo'n stof niet wordt toegepast. Een andere stof die veel effect heeft bij melanomen, maar ook bij andere kankers wordt toegepast, dat is melatonine. Melatonine, een stof die je van nature maakt als het donker wordt en waardoor je gaat slapen. Maar dat is ook een stof met een hele duidelijke antitumorwerking. Er zijn heel veel stoffen die bij heel veel verschillende tumoren gebruikt. Maar sommige stoffen zijn inderdaad voor één of slechts enkele tumoren relevant.
Hoewel ten tijde van Erik's ziekte in Nederland een studie loopt met dendritische celtherapie bij melanomen, vertellen de Nederlandse oncologen daarover niets aan Erik. Terwijl ook Valstar van mening is dat dendritische celtherapie een effectieve behandeling kan zijn bij melanomen. Dendritische cellen zijn interessant. Maar wat in ieder geval bekend is, is dat patiënten die dendritische celtherapie met de hyperthermie doen, dat die het beter doen dan patiënten die alleen dendritische cellen doen. En in de reguliere sector heb ik de indruk dat de behandeling en het onderzoek naar het effect van dendritische cellen bij kanker in het algemeen behoorlijk is afgenomen. Terwijl nu het zwaartepunt wat dendritische celtherapie betreft meer ligt in het buitenland, onder andere bij Robert Gorter. En dat is jammer, want dendritische cellen hebben echt zin. Als Erik en zijn vrouw september 2006 een lezing bijwonen van dokter Gorter, zijn ze daarover enthousiast en starten na een consult direct met behandelingen in Keulen. Ja, en het was meteen van, nou dat is het, hè. Dat ga ik doen. Toen ben ik naar Keulen gegaan. Mijn vrouw is ziek, ben ik met mijn dochter hier gegaan. En meteen bloed gegeven. Een week later was de eerste behandeling. Erik ervaart de totale lichaamshyperthermie als pittig, maar wel goed te verdragen. Nou, het is behoorlijk warm, moet ik eerlijk zeggen. En meestal dan vraag ik of ze wat verdoving erbij kunnen spuiten, dat ik in slaap val. Maar als eenmaal het toppunt bereikt is, dat soms 39 graden en de lampen gaan uit, dan ben je net in een soort paradijs. Dan val je meestal in slaap en dan is het gewoon genieten. Heerlijk. Maar het opwarmen, dat is wel eventjes heftig soms. Ook de dendritische cellen veroorzaken koorts en ongemak. Maar Erik weet dat dit slechts een paar dagen duurt. De helft gaat in mijn arm, rechtstreeks in het bloedcircuit. En de andere helft wordt onder de huid gespoten. En dat is om het zo snel mogelijk op alle plekken in mijn lichaam te krijgen. Dan voel je in het begin helemaal niks. Maar dan vroeger liepen we naar het station. En dan halverwege het station dan stortte ik volledig in. Nu ga ik met de taxi naar het station en dat bevalt me prima. Ook nu Erik al jaren kankervrij is, zorgen de dendritische cellen toch nog voor koorts en griepachtige verschijnselen. Maar minder heftig dan eerst. Maandag heb ik het gehad. Toen zijn we met de taxi naar de trein gegaan. Toen begon ik al een beetje zweterig te worden. En een beetje rillerig, weet je wel. Zo, nou, ik heb lekker een filmpje gedraaid met mijn laptop in de trein. Amsterdam station moesten overstappen. Het was hartstikke koud. Toen kreeg ik de klapperkoorts. Toen ben ik meteen naar bed gegaan. Daar hadden we al klaargezet hier in de kamer. En eigenlijk tot en met gisteravond heb ik koorts gehad. Heel zweterig. Dat je helemaal nat was van het zweet. Hoofdpijn. En vanmorgen heb ik nog een uurtje geslapen. Ik was om 6 uur wakker. En toen mijn vrouw naar de werk ging, ben ik nog even gaan slapen. Toen was het over. En dan ben ik nog wel een beetje, dat je af en toe warm voelt enzovoorts. Maar ik voel me eigenlijk goed nu. Mijn hoofdpijn is over. En die echte koorts is ook weg. Ja. Sinds Erik begon met de behandelingen in Keulen, oktober 2006, heeft hij geen recidief meer gehad. Op dit moment ga ik 1 keer per jaar hier naar Keulen toe. Om eigenlijk als een soort onderhoud. Ik zit om de 6 maanden naar het Van Leeuwenhoek ziekenhuis. Om te controleren of er uitzaaiingen zijn of niet. We volgen het houtsmiddeldieet. Maar ik weet niet wat nou wat is. Wat er nu voor zorgt dat ik geen uitzaaiing meer krijg. Is het mijn geest, want ik ben heel sterk mentaal gewoon. Is het onze samenwerking, wat we met z'n tweeën doen? Zijn het de cellen? Of is het van dokter Valstar? Wij denken echt dat het een combinatie van alles is, van de dendritische cellen. Met name als ik voel dat de cellen in me teruggespoten worden, wat een reactie dat bij mij teweeg brengt, hoeveel koorts ik krijg.
samen met die pillenkuur en onze samenwerking, hè, dat we allebei ervoor gaan echt. Wij denken dat dat ervoor zorgt dat ik gewoon verder leef. Erik is altijd onder controle gebleven in Nederland. Zijn oncoloog is verbaasd dat hij al zo lang tumorvrij is. Want voor een melanoom stadium 4 is dat zeer uitzonderlijk. Nou, dat ik steeds geen uitzaaien, zegt mijn chirurg elke keer, dus een wonder. Eigenlijk kan het niet, dus hij verbaast zich daar echt over. En verder hebben wij het gewoon gelaten. Wij maken gebruik van wat wij denken dat goed is. We hoeven niet de zendeling uit te hangen. Wij gaan er even voor controle. En we gaan hier naartoe en wij genieten. En hij mag zich verbazen. Over de oorzaak van waarom Erik kanker kreeg, is hij duidelijk. Ik ben een enorme workaholic. Een enorme sportman geweest in het verleden. En ik denk dat ik er ook aan meegewerkt heb om mijn lichaam uit te putten en mijn immuunsysteem onderuit te halen. Maar dat weet je niet zeker. Ik heb er wel van geleerd. En ik moet alleen oppassen nu het weer goed gaat, dat ik niet in mijn oude fout stap. Dat je ervoor moet zorgen dat je goed uitgerust bent. En dat je zelf zo sterk mogelijk bent om die stomme cellen tegen te houden en te vernietigen. Erik heeft het gevoel zijn kanker onder controle te hebben. Maar hij weet ook dat hij goed moet opletten om niet weer in zijn oude leefpatroon terug te vallen. Dus ik heb het gevoel ook dat ik hem onder controle heb. Alleen dan gaat het wat beter, dan stop je met van alles. Ja, ik denk dat je daarvoor moet waken. Je moet echt alles goed de kans geven om het helemaal te settelen. En dan na een aantal jaren dan kun je zeggen, oké, nu kan ik minderen of nu kan ik ermee stoppen. En dan nog moet je oppassen dat je niet teruggaat in je oude fout van put jezelf nu weer uit. Net zoals het eigenlijk misschien wel begonnen is. Nou, wat ik wel voor mezelf gedaan heb, ik ga eerder naar bed. Ik probeer door de week om 11 uur naar bed te gaan. Terwijl ik vroeger gewoon om 2 uur, 3 uur naar bed ging en ook weer om 6 uur opstond. Nou, dat is iets wat we echt proberen vol te houden. Nou, dan mijn werk. Ik moet gewoon soms zeggen van, ik ga niet naar een vergadering s'avonds. Ik heb een hele tijd gehad dat ik s'avonds niet vergaderde. Nou, in mijn werk kan dat niet. Moet je af en toe s'avonds vergaderen. Maar ik beperk het wel. En als ik voel dat het niet goed is, dan ga ik gewoon niet. Ik blijf gewoon thuis. Dan ga ik thuis een beetje werken. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden. Maar het is wel elke keer heel gevaarlijk, heel aanlokkelijk weer om lekker door te werken, lekker van alles te doen, lekker weer te sporten en je weer uit te doen. Ja, dat is en blijft een groot risico. En mijn vrouw zit er bovenop. Meer informatie over dendritische celtherapie, hyperthermie en richtlijnen voor een gezonde leefstijl kunt u vinden op de websites van Kanker Actueel en het Medisch Centrum Keulen.